Hey mensen, dit is nog een voice-over. Vorige keer waren we hier zo aangekomen bij dat ventje. En toen gingen we maar naar die knakker toe, waar ik op zat te wachten. En gaan we gewoon verder. Ik zou heel graag die steen willen hebben trouwens. Dragon Project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Mm-hmm. Yes, I could use someone to fetch something for me. Wait. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone. Where am I going? Straight what to the point, fetching? No need for tedious hows and whys. I like that. Leave those details to your betters, am I right? I learned of a certain stone tablet said to be housed in... Go to Bleak Falls Barrow. Find this tablet. No doubt interesting. Ja, ik skip je al lekker. Zoals ik in de vorige ding al zei, lange... Hoe heet dat? Stukken lopen die... knip ik eruit. Dat zie je dadelijk ook wel. Laadschermen heb ik geknipt, omdat die op een gegeven moment heel lang ging laden. Dus zet ik de fraps uit. Oké, waar moet ik heen? Ik moet naar... Riverwood, fast travel. Only by seeing the peace treaty known as the White God Concordat was the Empire able to survive the onslaught of the High Elf and all their Dat ding heeft vleugels. En ik ben nog niet eens level 2. Zip, zijn we. Hier zo wacht ik even, dit had ik eigenlijk niet meer opgenomen al. Hier wacht ik tot het weer dag werd in verband met bandieten of zo, weet ik niet, maar... Het werd alleen nog maar donkerder. Nu werd het lichter. Na 10 uur regent het nog steeds. En er is ook helemaal niks aan veranderd aan het dorp zo. Dus... En weer nog een uur wachten. Dan heb ik dit trouwens nog ingezet, serieus. Oh ja, hier heb ik een chest gevonden. Ik was een stuk aan het lopen. Joepie, en dan knip ik het weer en knip. En nou kwam ik er dus achter dat ik al die tijd niet had gefilmd in dat even mond houden. Niet had gefilmd in de Ancient ding. Dus dat was wel zonde. En mijn fraps die speest hem ook af en toe. Dan loopt hij vast en zo. Dus. Maar hier zo liet ik even zien wat ik allemaal nog bij had gedaan. Misschien tips voor welke perks ik erbij moet doen. Zou wel fijn zijn. Denk ik zomaar. Aangezien het niet echt super is. Maar ik had die, omdat ik met twee zwaarden ben, dat maar genomen. Dus gaan we even melden bij die vent. Oeps. Dat ruimt iemand anders wel op. You see? The Dragonstone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above the usual brute the Jarl. De volgende aflevering zal geen voice over meer zijn, dus dat zal wel weer een stuk leuk zijn om te kijken. So your information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for. Niemand die naar je luistert. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Ja, hè? Just send me a copy when you Varengar. Varengar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. Nearby. You should come too. Ja, loop maar. Dragon. How exciting. Where was it seen? What was it doing? I take this a bit more seriously. Ik loop er vast vooruit, joh. Maakt niet uit. Toen kwam ik achter dat je hier zo in kon. Toen wou ik eerst naar beneden springen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Maar ja, je hebt niet zo heel veel levens in het spel. Mijn stem slaat over. Is Let's niet go. So, Irileth tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord.
Tell him what you told me about the dragon. About dragon? Oh, that's right. That's right. I saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. Ja, ik wist al dat ik hem moest vermoorden, dus ik denk, pak vast mijn boog. I thought it would come after me, for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Kijk eens hoe mooi. Irleth, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go with Irleth and help her fight this dragon. You survived Helgen. So you have more experience with dragons than anyone else here. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the dragon stone for Farindar. As a token of my esteem, I have instructed Avenichi that you are now permitted to purchase property in the city. Avenichi. And please, accept this gift from my personal armory. Willen we allemaal, je komt er nooit meer terug, dus je mag een huis kopen. No. Ja, wil ik dat ook wel, man. I need you here working on ways to defend the city against these dragons. Ja, loop door, Mercy. I've seen you helping the yard. If only all visitors to White Run were as noble. Hierzo had ik op een gegeven moment geknipt, want dit gaat echt een paar seconden duren. En dan ga ik met die helm spelen. In, uit, in. Volgens mij maakte ik er zo'n geluidje bij, maar dat klinkt helemaal nergens naar. Good luck. I hope you get there in time. Damn those great mates to oblivion. They want to back the storm close. No, yeah, eh? Yeah. Lekker binnendoor, boom. En rennen, lopen, rennen. Ik weet echt niet meer wat ik allemaal heb gedaan, maar ik weet wel dat het heel geniaal was. Ben ik op tijd natuurlijk. En dat was wel jammer. Dat mijn flaps eventjes heel vervelend moest gaan doen. In verband met het opnemen van mijn microfoon, wat Fraps dus weigerde. Dankjewel Fraps, je bent kut. Oh, dat mag ik niet zeggen. Aan de kant. Hier had ik hem ook geknipt, want het duurde hem al heel gauw weer te lang. Ging ik weer blij doen met die kooi. En we staan weer buiten. Nu zag ik de brightness zo gezet en nou kan je het veel beter zien natuurlijk. Kijk eens hoe goed we het kunnen zien. Nou hoor. 1 en 2 en hupsakee. En vries je ook geen leefs van ofzo, breek je ook niet je been ofzo. Nee, ik spring ook al zo'n 2 meter hoog op een trap, breek ook niks. Nee, ook altijd. Goedemorgen. 1, 2, Ik ging ook zo'n 5 meter hoog, breek ik ook niks, joh. Kom je erbij? Nee, joh. Wie breekt er nou wat als die van 5 meter hoog afspringt? Hè? Niemand, hè? Nee. Waarom sprint ik hier niet? Ah, spring. Spring. Hup. 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 Waar is dit goed voor? Waar is dit goed voor? Ik draai met mijn muis, dus ik was iets heel stoms aan het vertellen. Oh ja, ik moest achter die steen gaan zitten, dat was ik aan het vertellen. Dan
dan ging ik even wachten, omdat het anders allemaal te lang zou duren. No signs Hallo. Of dragon right Hallo. Now. But it sure looks like he's been... Kikboe. I know it looks bad, but we've got to figure out what happened. Ja. And if that dragon oh, je komt daar achter die bergen vandaan. Spread out and look for survivors. We need to know what... Hier had ik volgens mij iets van... Maakt mij best gaar. Als je nou met een dragonkiller die niet op de grond komt, dat je dan een beetje met een zwaard gaat rondzwaaien. In plaats van met een boog. Gewoon dat beest waar ze zijn kop in schiet. No, get back. Ik ga mooi niet terug. Ja. Rocky and Thor just got grabbed. Hier gaat hij volgens mij teabaggen. Kijk, daar gaat hij hoor. We'd better teabaggen. This doesn't look good. Shores, this doesn't nee. look good. Joh, dat zei je net ook al. Maar deze draak was zo makkelijk, hè? Dat zul je daar ook wel zien. Alleen die ventjes lopen me steeds in de weg. Kijk, dan gaan ze allemaal precies in de deuropening staan. Hij schoot twee tegelijk. Oh, er zat er nog één. Haha. Leuk. Kijk, dan gaat hij daar stilzitten, hè? Kom weer. Kijk hoeveel damage er vanaf gaat. Oh, jawel. Spaar mijn arrows, daarom schiet ik zo weinig. Hup, weer dood. Nog een keer. Ja, die draak. Haha, doe je. Oké, hier wil ik volgens mij naar binnen. Ja, dan werd ik tegengehouden, dan werd ik helemaal pissig en daarom vlucht. En ik kwam een beetje op het moment. Maar dat beest op de ijs schat niet slecht. Dus dat heeft allemaal nog geen damages. Dus, oh, die was mis. Weer in je nut. Nee. Zo, maar Archie gaat wel goed doen ook. Dood. Aha, ere maakt. Zit helemaal onder bloed, vriend. Was jezelf. De mond staat open. Oh, wat een lucht. Waarom ik dat nou deed, dat was een beetje zinloos. Dit is zo vet moment, hè. Dragon zo absurd. Oh ja. You shout section with the magic to equip. Blablablablablabla. Set to shout. Die ga ik dus mooi wel verkopen, die bot daar. Er ging eentje dood, hè. Oh man. Waarom pakte ik dat? Niet doen. Ja. Nee. Maar pak ik nog steeds dat armor? Ik weet het niet. Ah nee. Goed zo, grote jongen. Dat is een stem. Of een voice. En nou probeerde ik het nog een keer, maar dat deed hij niet. Ik snapte niet waarom. I can't believe it. You are Dragonborn. In the very oldest tales, back from when there was that's what you did, isn't it? Absorb the dragon's power. Yes, I think I am. You can shout now. That can only mean one thing. You must be... Hier is het einde van part 4. Dus laat even in de reacties achter welke packs ik moet verbeteren. En waar ik eventueel sneller kan levelen om op te nemen en zo. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Later. Wat doe je?